I think about you. If it's loving that you want, then you should make me your girl, your girl. If it's loving that you need, then baby, come and share my world. Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Wij zijn onderweg naar een gender review party. En dat is de gender review party van Joan en Niek. Wat denk jij dat ze gaan krijgen? Ik denk echt dat ze een meisje gaan krijgen. Ik vind Joan echt een meisjesmama, zeg maar. Ik hoop een jongetje. Kunnen ze vriendjes worden. Maar ja, meisjes is ook leuk toch? Ja, ik hoop dat ze een meisje krijgen. Maar ik denk persoonlijk een jongen. Ja. Jij? Meisje. Ja. Ja, ik vind Nico ook wel echt zo'n papa als meisje. Die meisje tegen team jongens. Ja. We zijn er. Ik krijg geen geld door de muziek. Ja, nee. Okay. Doe maar gewoon een. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hi jongens, het is vandaag zondag. En ik ben met Angelique en met April. En drie keer raden waar we naartoe gaan. Nee, jongens! Nee. Met deze monsters naar de McDonald's. Ja! Ja! Jeetje, doe ze even normaal, joh, gozerd. Ja. Ben ik een man? Ja. Angelo. Wat heb ik nou gezegd, Angelo? Dit is toch niet normaal? April. Wat heb je nou gezegd? Hoe zou je... Oh, April. April, hoe zou je heten als je een man zou zijn? Angelo. Nee, Angelique is Angelo. En April is dan? April. We zijn bij Fanix en het is hier heel mooi opgemaakt, want vandaag is mijn laatste... Opgemaakt is ook gewoon normaal in Nederlands. Vandaag is mijn laatste werkdag. En ik heb gewoon 4 maanden verlof. Dat is echt veel te lang voor mij. Ik zei het ook tegen een collega van, ik heb niet eens school zo lang geskipt. 4 maanden. Dus ik weet niet of ik het gevoel hou. Ik denk dat ik Noorden wel stiekem ga missen. Zo'n irritante hoofd. Ik ga je ook missen. Ik ben wel toch wel een beetje emo vandaag. Omdat we werken de hele tijd samen. Ik heb een band samen. En ik besef nog niet echt dat ik jou... Heel lang niet gaan zien. Ja, als het volgende terug is, ben ik 25 jaar. Jezus. De laatste keer dat jij me als 24-jarige ziet, was onverantwoordelijk 24-jarige jongens. Gaat die 25 wat veranderen dan? Ja, zeker weten. Dat is het begin van het eind, zeggen ze. Alsof je niet echt, als die baby een dag geboren is, of je niet daar de deur binnen bouncen. Je ziet me pas weer als ik 25 ben. Echt, zo dramatisch. Kijk hoe lief we van Noorden hebben gekregen. Gesponsord buiten. Bij Noorden. Nou, dankjewel hoor. Wat een man in wording wordt het. Niet dat moeten we wel even een paar keer tag op Insta, maar... We gaan hem verpesten. We gaan een fuckboy van hem maken. We gaan hem niet enig bij jou achterlaten hoor. Want dan weten we dat hij gelijk verpest wordt. Allemaal rare woorden geleerd. Als je een beetje erbij wil een bucket hebt, dan moet je hem achterlaten. En ook een boekje van collega's. Die hebben allemaal geraden van wanneer die aankomt. Kijk, dit is wel lekker als... Hoe die gaat heten. Welke oogkleur hij krijgt. Veel wil je bij. Je geniet, hè? Ja. Dit is... Ik geniet. Ja. Als een dame zo begint te lachen en met pijn... Ja, dat is eigenlijk niet goed. Ja, Mij zijn er meer mensen die... Deze moet je ook naar Sosa sturen. Ja. Eigenlijk moet Davinio ook verbloed is. Ja, ik vind het wel, maar... Ja, Davinio moet je normaal voelen. S. Nee, C. C, Y, C. Ik heb nu echt dat ik denk van waarom doe ik dit? Waarom leek me dit een leuk idee? Y. C, L. Maar er hebben wel eens mensen in een broek gepoept hiervan. Nee. Ja. Daar ben ik echt bang voor. Ik heb een witte broekje aan. Ja. Ik word nu zelfs... Ik ben heel zenuwachtig. Bij jou. Op welke knop ga je nu drukken? Ik ga hem nu aandoen. Oké. Ja? Ja. Maar ik denk dat het beter is als je zit. Laten we zitten. Zitten. Voor als je flauw valt, dan... Oké. Ik voel nu iets wel in mijn buik. Ja, dan ga ik nu. Ja? Op weg te strijden hier. Dus je hebt 15 seconden dat je de contractie voelt en ja? 15 seconden dat je rust. Ja. Oké, er zitten dus nu apparaten op mijn buik en die beginnen te trillen. Ai, ai, ai. Ah! Ah! Je hebt nu pauze. We hebben de eerste wee gehad. Dit was de eerste. Dit was de eerste.
Je schreeuwt echt als een gillende kat. Hey! Hij begint nu weer, ja. Ah! 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 Wat is dit voor koude apparaat? Je kan het, je doet het hartstikke goed. Ja. Goed, puffer, puffer. Ah, stop het! Stop! Stop! Ah! Ah! Klaar. Nee, ik zweer het, nee, stop het. Zet het ding uit. Zet het uit! Want ik trek het eraf. Klaar. Goedemorgen jongens, het is alweer een nieuwe dag. Gisteren was mijn laatste werkdag. Maar dat betekent niet dat ik ben gestopt met werken. Ik heb vandaag een fotoshoot met Feeling Pieces. En dit is toch best wel een dikke shoot, omdat het is een shoot voor Suriname, voor Kitty Kotti. En alle opbrengsten van de jerseys die ze gaan verkopen, gaat dus naar een kinderweeshuis in Suriname. Dus ik dacht, ja, hier wil ik wel echt deel van uitmaken. Dus dat ga ik even doen. En daarna heb ik de laatste opnames voor mijn documentaire. Ik ga in gesprek met mijn oude jeugdzorgbegeleidster. En dat is echt een schat van een mens. En ja, dus dat wordt niet zo'n hele beladen gesprek. Dus ik heb wel zin om ook ja, dat even af te sluiten. En dan nu gewoon echt even te genieten van mijn zwangerschap. Hi jongens, het is vandaag woensdag en het voelt echt heel gek om niet te werken. Het lijkt echt alsof ik stiekem aan het ziek melden ben en aan het chillen ben. Ik mis het wel echt hoor. Nu al mis ik het. Ik ga Noorden zijn irritante hoofd missen. De collega's. Dus ja, maar ja, we gaan lekker op een bootje varen in Almere. Dat heeft de video geregeld, dus dat is wel echt super leuk. Ik heb ook echt een hele leuke bikini aan van Huntu de Label. Dat is van Shanna Koerte. Ik ga zo even goed laten zien. En ik was net aan het vertellen dat ik het heel leuk vond dat je hebt geregeld dat we op een boot kunnen varen vandaag. Mm-hmm, leuk toch? Nou, let's go. Ik heb vandaag de lashes op in Russian Volume 2.0. En eindelijk zijn alle lashes weer op voorraad. Dus ik zou zeggen check sunglist.nl, want alle lashes zijn op voorraad. En deze lijken ook echt precies op extensions. Vliegt ze niet weg? Nee, ze zitten heel goed vast. Dat gaan we straks merken. Straks zit het op een boot, hè? You say nothing's wrong at all, baby. I say that we're falling off, baby. Maybe we just ain't been on the same page. Jullie eerlijk, slapen en leven en lopen met een dikke buik begint nu echt zwaar te worden. Niet overdrijven, zeg je dan nou? Oh, je hebt echt lef. Oh, echt overdrijven. We gingen gisteren ook op de boot en ik zei tegen Daffa, het is echt heel heet. Toen zei hij ook van, wil lopen naar te zeuren, echt deze jongen. Maar onze kinderwagen is binnen. Het zijn alleen ja, 6 dozen. Dit is een kinderwagen. Dit is een kinderstoel. En dat gaat papa even allemaal in elkaar zetten. En ja, dat is het dan. Ik ben echt benieuwd hoe ze eruit zien. Oh ja, dit is paraplu van boven de kinderwagen zo. Dit is een hoes. Ja, het harde werk wordt gedaan hè. Ja, ik moet alleen nog even de vader structuur oppakken jongens. Dat was wel helemaal het stress. Hij zegt, waar is het ding waar die in moet liggen? Dus dat gewoon rustig in die andere doos. Ja, maar je moet het zelf in elkaar zetten zeg maar. Dus ja, maar ik dacht dat je zo'n bak erbij krijgt, maar dat is dus niet zo. Dat moet je zelf in elkaar zetten. Oh ja, heel makkelijk. Wacht, je moet het even uitvinden. Kijk, die gaat in ieder geval zo naar beneden. En dan... Moet je hier met twee handen, ook aan die andere kant. Oh ja. Nou, dat is nog even een uitvinding. Heel makkelijk, let maar op. Je klikt hierop. En dan wordt hij naar beneden gegaan. Nou, nog eventjes oefenen.
uiteindelijk was het toch best wel veel voor de view om alleen allemaal in elkaar te zetten. Want we hebben echt een tweedelige set binnengekregen met alle drops en eraans. Dus ik ga nu even dat lichtbedje in elkaar zetten. En dan laat ik jullie straks wel die end result zien. Niet doen. Nou jongens, deze week ben ik 37 weken, dinsdag 38 weken. En ik zeg je eerlijk, het is gewoon echt zwaar. Ik ben echt moe, uitgeput, exhausted. En ik zeg je eerlijk, als ik bij 40 weken nog steeds niet bevallen ben, dan ga ik gewoon echt alles doen om wee op te wekken. Ga ik voetmassages doen, gewoon alles wat wee opwekt. Want ik zeg je eerlijk, ik wil mijn zoon zien. En wow. Ik val gewoon bijna over het matje heen. Ik wil mijn zoon zien en ik ben gewoon helemaal klaar met de dikke buik en warm weer. En ik wil gewoon mijn zoontje ontmoeten. Oh. Nou, vond je deze video leuk? Doe dan natuurlijk even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want hoe check je dit nog steeds en ben je nog steeds niet geabonneerd? The fuck? En ik wil jullie ook even laten zien dat alles in elkaar is gezet. De kinderwagen, het wipstoeltje, even geen sigaretten oproken, want dat is natuurlijk verboden. Vet random ook. En het eetstoeltje en alles is van iCandy. Ik zeg je eerlijk, ze hebben goede producten, man. Elke hele ruime bagage dinges. En een vette paraplu voor de zon. Nou, ik ben helemaal happy, de peppy. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe vlog. Later!